De autoriteit Financiële Markten wil over 2 jaar banken verplichten om niet meer hypotheekleningen te verstrekken dan de waarde van de woning. Nu wordt vaak meer geleend, bijvoorbeeld om het huis in te richten. In april lanceerde voorzitter Hans Hogevors het voorstel ook al in een proefballonnetje. En toen viel iedereen over hem heen. En in het huidige plan, dat vanochtend is gepresenteerd, zijn dan ook wat punten aangepast, met name voor de starters. Ook starters die kunnen, en doorstromers, die kunnen kostenkoper nog steeds meefinancieren. Dus die kunnen dan 112% van de woningwaarde kunnen ze lenen. Maar dan wel op voorwaarde dat ze in 5 tot 7 jaar dat extra bedrag, die 12% kostenkoper, aflossen. Zodat ze zo snel mogelijk uit de financiële risico's komen. Ja, dus dat is eigenlijk uw tegemoetkoming aan starters, dat ze nog steeds boven de waarde van de woning kunnen lenen? Nou, kijk, mijn bedoeling is natuurlijk niet om starters te pesten of zo. U moet zich goed realiseren dat juist starters op dit moment in de grootste risicofactoren zitten. Zij zijn degene die het eerst uitvliegen als er mensen ontslagen moeten worden. En als je dan in een heel duur huis zit, wat je met een groot verlies moet verkopen, nou, dan ben je heel zuur uit. En dan denk ik dat er heel veel starters denken, nou, was ik maar wat voorzichtiger geweest in het begin. Dus wat wij willen is dat juist de starters beschermen, zonder het ze onmogelijk te maken om een woning te kopen. Ja, maar u dwingt de starters wel om per maand honderden euro's te sparen, terwijl ze in een fase van hun leven zitten waarin ze dat huis heel goed kunnen gebruiken, alleen ja, aan het begin staan van een carrière. Nou, het is dus niet sparen, het is vervroegd aflossen. En dat kan om 100 euro gaan, kan om 200 euro gaan per maand. We hebben wel berekend dat dat binnen het budget van de meeste huishoudens echt heel goed mogelijk is. Het zal zeker de bestedingsruimte beperken, maar als je dat huis echt wilt, dan doe je dat gewoon. En dan doe je in het begin maar wat voorzichtiger met het interieur vernieuwen. We hadden tijdens de persconferentie al over reacties die vooral in de belangensfeer zitten. Dus de vereniging Eigen Huis, de hypotheekverstrekkers, de banken, iedereen viel over u heen. Denkt u nu dat u met dit voorstel, met deze uitzonderingen, ook bijvoorbeeld richting het kabinet beter voorbereid ten tonele komt? Nou, het is in ieder geval zo dat de departementen uitgebreid de gelegenheid hebben gehad in de afgelopen maanden om naar deze voorstellen te kijken. Ik heb gisteren ook in een besloten vergadering de voorstellen toegelicht aan de Tweede Kamer. Ik heb het gevoel dat er in ieder geval veel meer begrip is dan een paar maanden terug toen men allemaal erg schrok. U verwacht geen strijd met het kabinet over die positie van starters? Nee, dat verwacht ik eerlijk gezegd niet. Misschien dat het kabinet, dat niet alle ministers er even gelukkig mee zijn. Maar ja, we hebben niet voor niks onafhankelijk toezicht in Nederland. We hebben een bepaalde positie buiten de politiek van alle dag verstandige beslissingen te nemen. Maar eerlijk gezegd verwacht ik dat allemaal goed gaat. AFM-voorzitter Hans Hogevors in gesprek met BNR-verslaggever Dirk Marseille. En later in de uitzending komt nog een reactie van de Nederlandse Vereniging van Banken, later op de dag, waarschijnlijk in Ondermoe vanmiddag. Ja, ga eerst naar Wim Boonstra, want wat vindt Wim Boonstra nou hiervan? Laat ik het heel diplomatiek zeggen. Nee. Het is goed bedoeld en het slaat behoorlijk de plank mis. Kijk, op het moment dat je als bank krediet geeft, ook aan starters, dan kijk je van wat is het inkomen, wat wil je kopen, wat is de draagkracht, et cetera, et cetera. Bij de grootbanken in Nederland is de kwaliteit van de hypotheekportefeuille, de Nederlandse hypotheekportefeuille, is prima. Wij verliezen per jaar 2 basispunten, dat is dus 0,02%. Nou, dat is vrijwel niks door de jaren heen op de hypothecaire leningen. Als je mensen nu gaat beperken, op de manier zoals meneer Hogevors dat wil, ja, als jij je huis wil inrichten en je kunt het niet meenemen op de hypotheek, wat veruit de goedkoopste manier van geld lenen is in dit land, dan neem je een conceptief krediet. Of je bestelt er bij de Weekamp. En in beide gevallen betaal je opeens 2 tot 3 keer zo hoge rente. Veel meer geld krijgt. En als meneer Hogevors hier dus echt wat wil doen, dan gaat hij starters onder curatele stellen. Zeggen dat mensen hun privé leengedrag niet mogen aanpassen. En nogmaals, het is goed bedoeld. Maar het gaat dan volledig mis. Diplomatieke bewoordingen. Het zal voor de banken betekenen dat ze wat minder hypotheken en waarschijnlijk wat meer constructief krediet zullen verstrekken. Dat maakt dus allemaal niet zoveel uit. Maar wat ik eigenlijk een beetje storend vind, is dat wij een aantal jaren geleden in Nederland een gedragscode financiële hypothecaire kredietverlening afgespreken. En dat was een code, kijk ook even naar Arnoud Boot, die in het algemeen goed heeft gewerkt. De grote banken hebben zich daar grosso modo goed aan gehouden.
prompt kwamen de partijen, en dat waren over het algemeen dochters van Amerikaanse instellingen, die een Nederlandse prime probeerden aan te smeren. Dus je hebt het over de Sparks, de Elks, de G-Max, noem maar op. Die ogenblikkelijk gingen marketeren van, jongens, wij houden ons niet aan die code, kom maar bij ons. Nou, het zou zo mooi zijn geweest en enkele honderden gevallen ook echt leed hebben voorkomen als de AFM toen had opgelet. Ja, ik zei al, ik kijk naar Arnoud Boot, want die weet er meer van. Die zit als ze goed zijn ingericht. Nee, die zijn net dat codes in het algemeen niet werken. Ook deze dat... heeft in het algemeen goed gewerkt. Ja, de grote banken hebben zich daar behoorlijk aan gehouden. Arnoud Boot, die kende deze tekst waarschijnlijk al van Hans Hogevors, want raad zijn advies van de AFM. Nou, even helemaal los daarvan, wat ik wel en niet ken. Ik spreek hier gewoon helemaal op eigen titel. Ik hoop dat ook vol te kunnen houden de komende jaren. Maakt de discussies ook wat makkelijker en wat levendiger. Het is natuurlijk helemaal, Wim Boonschrijf heeft natuurlijk helemaal gelijk, dat Nederlandse banken zijn in het algemeen heel verantwoord geweest met hypotheekverlening. En we hebben gelukkig geen Amerikaanse toestanden op die hele huizenmarkt. Tegelijkertijd is de huizenmarkt natuurlijk wel totaal verziekt. Er is geen land, er zal heus wel ergens een land zijn, maar er is geen land met grotere subsidies op het lenen van geld voor huizen. Dus er zijn ongelooflijk grote prikkels in het systeem voor mensen om veel te veel te lenen. Dat leidt, dat drijft huizenprijzen op en uiteindelijk bijt het juist ook de starters in de staart. Dus ik heb er niet zo heel veel problemen mee als er bepaalde grenzen worden gesteld aan de hoeveelheid geld die geleend kan worden. Deze maatregel, dit 112%, en dat de extra 12% in 5 tot 7 jaar moet worden afgelost, dat is toch wat we willen. In een 30-jarige periode moet je hypotheek aflossen. Ik neem aan dat betekent... Ja, maar toch even als je tegen mensen gaat zeggen, nou ja, je inrichting die stel je maar eventjes uit, dat moet je dan maar niet doen. Maar dan gaan je geld elders lenen. Ik heb heel graag dat een AFM veel meer proactief optreedt met Wim Boonstra, in plaats van achteraf, als het schip verzonken is, bij wijze van spreken, proactief optreedt. Dit is toch een vorm van proactief optreden, waar er een nadruk komt van de AFM. Een gevaar van te veel lenen. Het gevaar dat huizenbezit per definitie 100% plus inrichting geleend moet worden. Zoveel Eifingen wil heel graag reageren. Ja, weet je wat ik nou zo opmerkelijk vind aan dit geheel? Men heeft dus jarenlang niks gedaan. Nu is de huizenmarkt enorme slop. Alle toeleveranciers, alle bedrijven, woninginrichtingbedrijven, die hebben het heel moeilijk. Ja, over timing gesproken. Ik vind het een zeer opmerkelijke timing. Want dit geeft natuurlijk directe invloed op de verwachtingen van mensen. Dus mensen, ja, die zeggen van, nou ja, goed, dat gaat over zoveel tijd in. Maar we moeten nu al rekening mee houden. Ik bedoel, als je nou echt gewoon de recessie wil verdiepen, moet je dit soort dingen doen. Nou, maar mag ik nog heel even? Ik ben het helemaal met Arnoud Boot eens dat natuurlijk de Nederlandse huizenmarkt een raar fenomeen is. En dat daar best nog eens een keer goed naar moet worden gekeken. Maar met deze maatregel los je het niet op. En als je de internationale vergelijking maakt, wij hebben in Nederland bijna geen consumptief krediet. We hebben geen creditcardkrediet, we hebben geen consumptief krediet. Juist omdat we heel veel zaken die in andere landen in de Verenigde Staten onder consumptief krediet zitten, we ons in de hypothecaire lening hebben gestopt. Wat een veel veiliger en veel goedkopere lening is voor de consument. Nou, op het moment dat je nou deze maatregel doet, dan zijn de verstrekkers van consumptief krediet, die vieren een feest vandaag, want de AFM heeft de markt fors vergroot. Mensen gaan nog net zo zwaar, want mensen maken hun eigen verantwoordelijkheid, hebben hun eigen verantwoordelijkheid van wat kan ik lenen, wat wil ik ermee doen, wat zijn mijn perspectieven. En als je dat dan niet bij je bank onder hypotheek kunt brengen, dan ga je naar de collegabank en dan krijg je het onder een consumptief krediet. Of nogmaals, je gaat naar die postorderbedrijven waar je echt krankzinnige rentes of zo, Jens, in de praktijk zal dit heel moeilijk gaan werken. Dat is de grootste kritiek. Uiteraard, elke maatregel die je bedenkt leidt tot allerlei ontwijkgedrag. Absoluut. Ik ben het helemaal eens dat op de Nederlandse huizenmarkt geen geweldig groot probleem bestaat. Ik denk ook niet dat de AFM dit als de belangrijkste inzet van haar beleid ziet in de komende jaren. Maar ik vind het niet oneigenlijk, en dat zeg ik niet uit hoofde van een of andere betrokkenheid bij het AFM, ik vind het absoluut niet oneigenlijk dat de AFM tracht de vinger op de zere plekken te leggen. En dat juist ook die partijen waar Wim Boonstraat over had, van buitenlandse partijen op de Nederlandse markt, die wel proberen allerlei andere hypotheekproducten aan te bieden, die wel straks ook naar veel actiever richting consumentenkrediet gaan. Want dat is de volgende golf die wij straks in Nederland krijgen. Precies. Op het moment dat we ja, maar even los zelfs van deze maatregelen van AFM, dit krijgen we sowieso. De volgende golf wordt dat die consumentenkredietmarkt over
overspoeld wordt. Daar moeten we heel scherp de vinger aan de pols zetten. Dus ik vind het, deze maatregel van de AFM doet absoluut geen schade. Als hij op de agenda zet dat het te veel lenen, en juist ook door starters te veel lenen, dat op zichzelf niet een doelstelling moet zijn die wij in Nederland hebben, dan heb ik er niet zoveel mee.